Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Goed jongens, welkom weer terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we doen jongens? Natuurlijk, we hebben dus eigenlijk een beetje in de problemen nu. Want ik moet dit nog een beetje zo neerzetten. En dat dit maar. Laten we dan maar eerst heel even alvast de waterleiding hier aanzetten. Klinkt een beetje gek, maar ik ga het toch doen. Ja, zo is het voldoende. En dat is 2. Doe dat alleen nog heel even. Oh jawel. Hier kunnen we het ook alvast doen. Oké, daar nog niet. Oké, dan is dat duidelijk. Dan hebben we dat in ieder geval vast gedaan. Dan moet natuurlijk ook allemaal die dingen van. Kan dat? Ah, goh. Dus dan moet ik onthouden. Oh ja, wacht. Kunnen we dat doen? 1. Nou, laat die twee even. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dan kan er nog eentje. Oh, We zitten dus nu echt in het probleem. Oké. En even kijken. We kunnen dat natuurlijk even versnellen. Hier moet ook eigenlijk hier zo een luchtplaats. Maar dat zien we dan wel hoe we dat gaan doen. Zo. Heel veel dan. Zo, we staan dus in de min. Oei. Dat is natuurlijk niet fijn. Waar die ergens? Niet daar. Nog 500. Ook niet op de vlucht. Zo, en uitvoeren. Maar nee, ik weet niet hoe dit werkt, maar het eten en zo. Dat moet ik doen. Hier moet ik. Ah.
denk dat dat niet gaat werken dan weg. Die subsidie maar moeten annuleren. Oké, we zijn in ieder geval aan het koken allemaal. Dat is prima. Heel bestek. Oké. Programma's. Kantoor. Werk als niemand. Keuken. Klaslokaal. Kijk, we gaan al heel veel eten hier naartoe. Er zijn heel veel mensen aan het koken. Werkplaats is niemand, dat zal tegen niemand ervoor zijn. Goed dat we genoeg mannetjes hier hadden. Dus dat is wel fijn. Je wil die gevangenen toch maar even. Dat hij hem een beetje geeft. Eigenlijk moet dat wel doorzocht worden. Ik weet nog nooit wat ze bij zich hebben. Oeh. En wat heeft hij bij zich? Wat moet hij daarmee? En hij is gewoon vrij. Oké. Normaal zou je zeggen, even nog terug trainen, maar blijkbaar moet hij dat. Driehonderd gevangenen hier zitten erin. Jezus, best wel veel, hè? Goed, maar dat doen we maar even niet.
Waar is een mens dood? Oh ja. Oké, nou ja. Eén mens maar, nou. Hier zijn namelijk niet zoveel mensen. Hier eentje. Dat is nou ook niet zo heel veel post meer. Hè? Ik denk dat ik de logistiek wat hier te minder ga doen. Was gewoon hier bijvoorbeeld winkel ook. Dan doen we maar vier. Als er maar twee zijn, dan bezoek ik hem maar. Keuken mag je helemaal voor dit. Mag je helemaal voor dit ook. Dit mag ook helemaal voor. Zo. Nou, voor nu hebben we eigenlijk niet echt heel veel meer te doen, hè. Ik ga eentje doodgaan. Ik heb hier wat geld, maar niet te veel. Ik kan wel wat celletjes gaan wel maar. Elk cel kost dus 1240. Nou goed. Maakt niet zoveel uit. Want daar moeten eigenlijk grijze mannetjes tegenkomen. We moeten kijken dat we rode mannetjes niet meer gaan aankopen, want die zijn het gevaarlijk. Okay. In ieder geval mogen we nu gaan werken. Want er zal ook niet erg veel post zijn, of wel? Nee. Oh, poststakken, maar niet echt post. Maar de... Hier zo kunnen ze wel allemaal. Kijk, de man die is, hè. Ze gaan allemaal hervolgingsprogramma's doen. Er gaan ook mensen werken hier zo. Niemand, waarom niemand in de winkel? Dat vind ik een beetje waar. Veel mensen in de. Het is paas. Wel ook in de keuken. Zijn er 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 6 mensen zijn aan het helpen. Prima. Jammer dat je die mensen niet kunt sturen wat ze moeten gaan doen.
Ben eens eventjes kijken hoe dat kan doen. Er heeft nog in groep 1 uur te nog eten. Maar er zijn niet echt veel eten meer. Er gaan ook veel mensen hier de kantine verlaten. Oh shit. Oké, hebben we hem onder controle? Wat kunnen jullie hier trouwens eigenlijk helemaal doen? Het is echt verboden gebied voor aan voor jullie, ja. Kunnen we eens even kijken? Is er nog veel? Oeh, kijk, er zijn al heel veel mensen hier aan het werk. Zie je dat? En in de winkel zijn ze ook al heel druk bezig. Er is nog wel wat bezig met post. Ja, dat is gewoon geen post. Dus dat moet eigenlijk wel iets beter. Maar goed. Komt goed. Bibliotheek. Daar zit niemand. Oké. Hier zijn er juist meer. Dat is ook wel fijn dat ze even flink doorwerken. Kijk eens aan. Kantine gaat ook nu leeg worden. Veel borden. Maar ze koken nog wel. Dat zal allemaal wel voor morgen zijn. Ik moet alles nu nog goed in de gaten houden, want ...21 mensen zijn. Hier liggen wapen. Laat er even een paar hier zo naartoe nemen. Want wat is hier aan de hand? Ik geloof niks, hè? Wat vind je het allemaal op? Er was dus ook niet echt veel. Toen meer. Even naar volgingsprogramma. Oh ja, natuurlijk, want hij moet er nog allemaal in. Zo, die nummer wordt allemaal niet geproduceerd.
Er is nog steeds niks aan mijn post. Er is iets. Ik geloof niet daar. Daarom is het beter om met de twee mensen maar de post laten doen. Is denk ik wel handig. Was dus ook nog niet echt veel. Dus. Maar goed, we zien het wel allemaal. Ze werken in ieder geval goed door. Ik heb 1, 2, 3, ze zijn alle vier. Zijn ze bezig. En is ze geslaagd. En uitvoeren. Oké. Hier heb ik veel bijs, daarom wil ik dat ze hier zo ze gaan controleren, want dat moet gewoon. Dan moet wel wat sneller. Maar goed, ik denk dat ik het hier zo maar bij ga laten. We hebben niet veel gedaan, maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Zijn we er morgen? Morgen is dan... Ja, dan zijn we er door. Ja, dan zijn we er. Kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen, jongens. Mazzel!